Yes, yes, hier zijn we weer. Je favoriete duo en je favoriete podcast. Lekker hoor. Welkom bij Klasse. Tegenover mij, Marvin Litter. Yes, sir. En mijn naam is Ben Kremers. En de boys zitten er nog steeds. Ja. Nooit weg geweest. Vastgeplakt aan die barkruk. Niet weg te krijgen. Hey, boys, ja, fijn dat jullie er nog zijn. Yes. Echt super nice. Ik vond de vorige aflevering ook heel tof. Echt oprecht mooie dingen gezegd. Ik moet hem even wel goed gaan terugluisteren. Er komen wel toffe quotes uit. Even een this or that. Dion, we beginnen bij jou. Ja. Koffie of thee? Thee. Ik denk nooit koffie. Ik heb voor het laatst koffie gedronken in 2011. Zou je dat nog weten? Ja, op een maandag. Je hebt zoveel indruk gemaakt. Wat is nasty! Ik begon met nachtdienst en ik dacht van, nou ja, laat me het proberen. Nou, super smerig en ik kreeg last van mijn maag. Ja, ik hou het altijd bij thee. Ja, toch? Ja. Nice. Lopen of rennen? Rennen. Ja. Strand of zwembad? Strand. Batman of Superman? Batman. Superman was lame, man, als het aankomt op vrouwen, weet je. Ja. Ik vind het zo leuk als dit spel dat iedereen zijn eigen ding in zijn hoofd gaat vormen. Ja, van, Batman dat was meer die alpha, weet je. Dat was wat krachtiger. Zoet of zout? Zoet. Leider of volger? Leider. Pen of potlood? Wat gaat er nu in zijn hoofd heen, hè? Hij denkt, wat kan ik wegdoen met jou? Ik denk tekenen, denk ik. Ja. Potlood, weet je, maar nee, pen. 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 Nou, deze weet je, zingen of dansen? Dansen, ja. Dansen? Ja, man. Heb jij lekkere moves? Ja, man. Ja. Ik doe mijn dansje, weet je. Maar qua zingen, nee, ik heb geen zangstem. Nee. Ik heb ook gemerkt hoe mijn stem is geworden over de jaren heen, weet je. Er zit geen hoge noot meer in. Dus je hebt weer van lekker schuren. Ja, precies. Probeer maar even de muziek uit te zetten en dan live te zingen. Dan ga je het zo voor. Echt? Vroeger week ook zo'n schuren op Calibo, jongens, of niet? Hebben jullie niet op zo'n schuren en dergelijke? Calibo Boys. Teenage Jam. Gingen jullie naar Teenage Jam? Waar was dat? Dat was bij Hollywood. Ik ben net een stukje ouder dan dat, maar ik weet wel wat. Hollywood was het daar wel, ja. Hollywood was echt daar. Ja. Je had die ding hier ronddraaide, toch? De Ramblas? Hollywood. Ja. Hollywood, ja. Dat podium, ja. Dat ding, ja. Hoorde ik oud, hè? Ja. De volgende. Voor jou. Kom op. Daar komt die. Bellen of appen? Bellen. Basisschool of middelbare school? Basisschool. Links of rechts? Rechts. Tapas of sushi? Sushi. Sport spelen of sport kijken? Sport spelen. Komt ie weer. Sneakers of patta's? Deze man, jongen. Ja, ik heb een Surinaamse vrouw, dus dan moet ik patta zeggen. Maar ja, sneakers, patta's, hetzelfde toch? Hetzelfde, ja. Trein of vliegtuig? Ik heb doodsangst voor vliegen, trein. De trein. En is bij jou het glas half vol of half leeg? Half vol, positief. Ja? Ja. Nou, zo, ik ken je niet zo heel goed, maar zo ik je nu leren kennen, ben je wel een positieve guy. Ja, zeker. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in het leven. En jij bij links en rechts, waar denk je dan aan? Ik denk aan mijn voetbalbeen. Ja, rechts. Ik heb dat dus ook. Ja. Ik zei dat laatst iemand. Terwijl, als het politiek is, dan weer niet. Dus nee, inderdaad, ja. Moet ik er even bij zeggen. Ja, het gaat om voetbal. Precies, het is of rechterhand, linkerhand, rechterbeen, linkerbeen. Of het is politiek, tenminste in mijn geval. Ja. Maar wil jij er nog ook eentje doen dan? Ja, dat denk ik wel. Ja? Douche of bad? Douchen. Cupcakes of donuts? Donuts. Groot of klein? Tieten. Dat is heel anders in mijn hoofd. Door klein. Ik dacht aan lengte of zo, ik dat te denken. Ja, ik denk aan vrouwen klein, dochter klein. Okay. Tuin of balkon? Tuin. Spaans of Italiaans? Zo, bro, Spaans. Waarom Spaans? Barcelona, bro. Ja? Ik denk aan Italiaans eten dan. Spaans eten, maar dat is mijn dingetje. Movie night of date night? Movie night, want daar kan je ook een date night in gooien, toch? Maar ja, dat kan ook in een date night, movie night. Kill. Volgende. Movie night. Movie night heeft geen money te spelen. Gewoon thuis streamen. Een hand of een box? Box. En de laatste,
Ali B of Marco Bazzato? Bro, geen van beide. Zo, kom niet met deze dingen. Nee, kom niet met deze dingen op mij, hoor. Nee. Dat is net zoiets als je vraagt van, luister je nog naar R. Kelly? Kill. Pas even, man. Maar daar luisteren wij toch gewoon nog steeds naar? Naar wat? Naar R. Kelly. Praat voor jezelf, bro. Ja, praat voor jezelf. Praat jij wordt het weer overgehaald. Ja, ik weet het. En nu zag ik van, ik geef geen commentaar, vriend. Je weet toch? Ja, dat is waar. Hey, we hebben het natuurlijk weer over muziek gehad. We gaan er zo weer over verder praten. Ik wil eerst nog even een stelling met jullie bespreken. Als jullie dat goed vinden. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Ja. Ik heb verschillende. Maar laten we deze doen. Technologie maakt jongeren lui. In eerste instantie is ja. Het maakt ze lichamelijk lui. Maar ik denk dat ze mentaler, sneller switchen en sneller dingen oppakken. Dus dat hangt een beetje vanaf hoe je het ziet. En dan denk je dan meteen aan een telefoon of denk je aan een tablet? Of ja, en dat soort dingen denk je wel. Ja. Er is meer vanuit stilstand nu. Althans dat het lichaam stilstaat. Mm-hmm. Maar ik denk dat het brein sneller begint te werken bij ze. Maar wel, ik irriteer me wel aan de luiheid. Ja. Dus ben je het er dan mee eens? Of ben je het er mee oneens? Ja. Ontlokken je toch uitspraken. Ja, lichamelijk lui. Dus, ja. Lichamelijk lui. Ja. 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 Ik ben het ook wel mee eens. Ik denk dat door alle technologie dat er gewoon heel veel gemakzucht is met alles. Ja. Kijk, vroeger als je ergens heen moest en je had bijvoorbeeld geen navigatie. Ik weet nog dat je dingen op papier moest opschrijven. Ja. En welke afslag je moet nemen. Yes. Maar ook nu met alles, doordat alles zo makkelijk is door technologie, hou je heel kort overal de aandacht bij. Ja. Instagram, bijvoorbeeld mensen luisteren geen hele albums meer, als om daar even muziekvoorbeelden te noemen. Dus ik denk dat. Ik denk dat het ze wel luier maakt, ja. Ja. Eens. Marv, ben je het ook eens? Ja, een groot gedeelte wel. Klein gedeelte denk ik altijd, zag ik altijd van, weet je, het maakt ze ook wel weer een soort van innovatiever, toch? Je moet creatiever zijn om in deze snelheid toch nog soort van op te vallen met je eigen ding in wat je ook doet. Maar afgelopen week heb ik ChatGPT gedaan uiteindelijk. Ik heb me eindelijk eraan toegegeven en doet dat maakt je leven zo easy. Ja, en weet je, ChatGPT, dat is een AI inderdaad. En daarmee kan je als je dingen inspreekt, dus stel je voor je wil later weer een scriptie schrijven, bij wijze van spreken. En je weet precies ongeveer de keywords voor die scriptie. Kan je zeggen van, hey AI, schrijf een scriptie voor mij op hbo-niveau, waarmee ik binnen een bepaald ding kan afstuderen. En dan boom, komt gewoon een scriptie voor je, bro. Ja. En het enige wat je dan doet, is een soort van aanpassen en dan leef je het gewoon in. Shit. Niemand gaat weten dat het door een AI is gedaan. Echt crazy. Ja, een beetje aanpassen nog. Ja, er zit nu... Nee. Ja, maar ze kunnen het nu wel door... Ja, je kan, die ontwikkeling, ze hebben nu een tegenontwikkeling inderdaad, dus ze kunnen checken juist, dat er een AI juist, komt. Ja, maar ja. Hier, tot voor kort was het niet zo, man. Ja. Nee, toch? Maar met een beetje aanpassen. Als jij, stel je voor jouw werk bijvoorbeeld, je moet voor jouw groep moet je een groepsplan schrijven ten aanzien van veiligheid of hygiëne of activiteit, whatever. Als je dat intoet, wat je zegt, het rolt er gewoon uit. Ja, man. Wij maar strijden vroeger. Het scheelt heel veel. Precies, dat weet je toch. Wil je een bereidstuk schrijven? Hey, AI, schrijf een bereidstuk voor me, man. Je gaat koken en dan komt er een bereidstuk eruit. Zeg het je baas niet, hè, want ik doe soms ook gewoon shit daarmee. Dat ik soms 3 dagen bezig ben met een plan aan het schrijven. Ja, terwijl het rolt er in 3 minuten uit. Ja. Dus die ontwikkelingen maakt je inderdaad rij. En dat is crazy wat voor dingen nu er allemaal aankomen. Dus dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, weet je, ook, we hadden net over muziek promoten. Mm-hmm. Je moet nu echt super creatief zijn om toch nog op te vallen in deze tijd. Dus tegelijkertijd vind ik de kids ook wel weer dope. Ja, wij kunnen natuurlijk niet. Alles gaat met de technologie natuurlijk mee. Er wordt steeds innovatiever, er komen steeds meer dingen. Ja, je kan er ook niet meer omheen. Je moet een beetje meedraaien. Ja, precies. Anders word je dinosaurus. Ken je nog dat je vroeger, als je een Accept Giro, ken je die nog? Ja. Als je geld hebt, dat je naar de winkels toe moet en dergelijke. Kijk hoe dat nu gaat. Ja. Dat is toch, je moet nu niet je telefoon vergeten. Nou ja, als je nu je telefoon vergeet en je hebt je portemonnee ook niet bij je, dan hang je vriend. Nee, maar ook, wij kunnen nog eens inloggen op ons werk zonder dat wij de telefoon... ik ook niet. Klopt. Dus, dus het maakt ze wel lui, maar ja, de technologie staat niet stil. Nee. Nice. Gruwelijke stelling. Echt, hè? Hey, en muziek is jullie passie, zeg maar.
Hoe verbindt muziek zich met onderwijs, zeg maar? Heel veel. Ja? Ja, heel veel. Heel veel. Ja. Ja, dat merk je ook aan de kinderen. Bij ons ook. Bij mijn lessen is er ook altijd een stukje muziek bij. Of het nou in de vorm is van een dansstukje. Of in de vorm van een liedje tijdens. Stel je voor, alleen al op het moment dat ik bijvoorbeeld een kunstles geef. En ik zet wat rustigere muziek op. Dan merk je gewoon gelijk dat die kinderen in een fase komen. Gelijk. Ik zet ook heel vaak muziek op als ik zelf ga. Ja, 100%. Jij zet ook klassieke muziek op, Marv, of niet? Nee, gek. Dat schijnt dus goed te helpen. Nou, De shit te zijn, klassieke muziek helpt bij de concentratie en noem maar op en dergelijke. Ja, ik zet wel een lange duur op. Ja? Ja, gewoon zachtjes, boom. Wel mijn ding. Ja. Ja, toch? Ze mogen ook verzoeknummertjes doen bij jou, toch? Zo nu en dan. En dan word ik na twee tracks word ik gek. Ja. Nee, toch? Maar ik zet wel altijd muziek op. Ja. Elsa, let it go. Zit die mee te blijven, hoor. Ja, toch, tuurlijk. Hoe is dat in de gezondheidszorg, zeg maar? Muziek? Muziek? Ja? Nou, je kan het inzetten als middel om mensen bij elkaar te brengen. Stel dat je bijvoorbeeld een koffieochtend hebt. Zet je lekker muziekje op. Het zijn wat oudere mensen bijvoorbeeld. Dat pakt de mensen meestal wel. Omdat muziek is vaak gekoppeld aan bepaalde herinneringen. Ja. Weet je, en vandaar dat ik, als ik denk aan mijn eigen jeugd bijvoorbeeld, ik was een heel groot Tupac-fan. En op een gegeven moment ga je ook echt zo erg naar de teksten luisteren, dat het min of meer, ja, ik wil niet zeggen, je wordt erdoor opgevoed, maar het speelt toch wel een grote rol. Ja, zeker. Tenminste in mijn ontwikkeling. Toen bijvoorbeeld Tupac Changes kwam, bijvoorbeeld. Ja. Ik begreep gewoon alles wat er gezegd werd. Ja, ja, ja. Toen al. Ja. Ja. Weet je, dus het gaat wel over, ja. Dus muziek kun je eigenlijk overal voor inzetten en het verbindt enorm. Ja, het verbindt. Maar of het een goede verbinding is, dat weet ik niet altijd. Hm. Weet je, omdat hip-hop en rap is nog wel eens, kan nog wel eens gewelddadig zijn. Ja. Bijvoorbeeld 50 Cent. Ja. Weet je, het zijn alleen maar pistolen en guns en kogelvrije vesten. Dus dat was de shit. Ja. Dus ik vind het ook raar als iemand tegen mij zegt van ik hou niet van muziek. Dan ben ik altijd even een paar seconden stil. Of ik luister geen muziek. Of ik luister geen muziek. Ik vind het zo, hoe dan? Niks meer voorstellen. Ja. Maar donker personen zijn dat. Ja, echt. Ja. Wat Dion zei, muziek is gewoon je identiteit, man. Weet toch? Herinneringen, dat is toch. Spreekt tot de ziel, weet je? Snap je? Ja, maar zetten we het te weinig in het onderwijs, muziek? Ja, je hebt ook kinderen die gewoon het heel fijn vinden om niks te horen. Ik heb wel eens dat ik dan, ik ben al vrij snel verveeld tijdens de les. En dan zie ik ze bezig zijn, ik zet gewoon even muziekje op. En dan zie ik ook kinderen die dan echt expres met hun handen voor hun oren gaan zitten. Ja. Weet je, omdat ze gewoon even dan de focus niet kunnen te hebben. Te veel prikkels. Te veel prikkels, inderdaad. Precies. Dus je hebt kinderen die er heel goed op gaan en je hebt kinderen die wel meer rust willen hebben. Ja. Maar goed, ik denk dat je muziek, en niet alleen muziek, ik denk dat je elke creatieve uiting, dat je dat moet inzetten op scholen. Ik vind dat we wel heel erg gericht zijn op presteren en creativiteit, soort van, vaak over gehad al, hè? Ja. Ik ben soms bang dat sommige generaties, dat sommige nummers in sommige generaties verloren zullen gaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik hou nog steeds van Marvin Gaye, Let's Get It On. Ja, man. Maar ik kan me niet voorstellen, bijvoorbeeld 12 of 13-jarige, die dat gaat meekrijgen in de tijden van alle muziek die nu uitkomt. Denk je dat ze het kwijt gaan raken? Ik denk als je het niet meegeeft, dat je het nooit gaat weten te waarderen. Kijk, wij groeiden op zondagavond, je moeder ging het huis schoonmaken en ze draaiden alle soul classics. Dat blijft gewoon heel je leven bij. Ja. Maar als je dat zelf niet doet bijvoorbeeld, dan groeien je kinderen daar niet mee op. Zeker, helemaal mee eens. En bij die vorige vraag, in het vorige stukje, zei ook van, wat doe je met jouw kinderen ten opzichte van muziek? En mijn dochter, weet ik zeker, dat zij kent Michael Jackson, ze kent Bob Marley. Ook, en wat je zegt, zij heeft diezelfde, denk ik, later als ze jouw leeftijd is, gaat ze ook terugdenken, hé, mijn moeder was op het zondagochtend aan het schoonmaken. Ja. En draait ze inderdaad die liedjes die jij ook hoorde. Dus zij heeft, en dat hangt het inderdaad, je moet het geven. De tijdloze muziek, hè, in plaats van de vluchtige tracks die er nu zijn. Ja. Ik denk dat voor een kind, Precies wat Tommy zegt, op zo'n manier draai ik muziek voor Naima inderdaad. En het gewoon echt er iets bij creëren, toch? En de mooie momenten
de mooie momenten maken in de auto, thuis, snap je? En dat ze ook op een gegeven moment zelf erom gaat vragen. Van, mag ik dat luisteren? Of zet dit even op? En dat ik het daar ook hoor neurien. Want ik vind inderdaad, die herinneringen, man, zijn priceless. Ik kan inderdaad met de zondagmiddagen herinneren met mijn ouders. En ik hoor die soulpokkels nog steeds, zie je toch? Ja. En dat heeft me wel heel veel bijgebracht. Motown hits. Ja, man. Ja? En verdere Motown zelfs, toch? Soms bel ik mijn pa nog om een soort van info aan hem te vragen. Van, zo, waar komt die tune vandaan? Ik wist niet dat die en die... Daarnaast kom ik erachter dat... hoe heet die guy van... die een van de grootste hitschrijvers van Motown. Smokey Robinson. Mm-hmm. Smokey Robinson bij heel veel tracks betrokken was. Hij was executive producer. Snap je? Je weet toch. En dan heb ik het met mijn pa erover. Dat is zijn tijd en ik leen een beetje zijn periode. Je weet toch? Nice, man. Dat, die dingen die... Ja, dat, als je dat met je kind kan delen later... Ik denk dat dat echt het... Dat een van de meeste dingen zijn waar je heel veel waarde aan kan hebben. Maar zou het ook een verplicht vak moeten worden op school? Bijvoorbeeld muziek? Vind ik wel. Op sommige scholen is dat al, bij ons bijvoorbeeld niet. Dat hebben we het wel heel lang gehad, maar nu niet meer. Ik vind het wel. Ja, ik vind het ook. Maar ik vind sowieso echt, en gelukkig is het mijn straatje, is bij ons op school heb je gewoon talentontwikkeling. En is er leertijduitbreiding naast de reguliere vakken van rekenen of taal. En krijgen ze kunst, krijgen ze muziek, krijgen ze theater, krijgen ze dans om knopjes in te drukken bij kinderen. Ja, tuurlijk, de een heeft meer met dans dan met theater. Ja. Maar ik vind het heel erg belangrijk. Ja, maar... Het sluit altijd wel aan bij jongeren, muziek. Ja, en toch hebben we het niet bij ons dan op school. Toch is ervoor gekozen. Ik weet niet wat de reden is. Ja, dat weet ik ook niet, bedenk ik me nu. En is het net zo belangrijk als sport, bijvoorbeeld? Ik vind het wel, man. Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen nee. Weet je, want als ik kijk naar de generatie van nu. Ja. En alle steekpartijen. Ik denk bijvoorbeeld dat... muziek een hele grote rol daarin speelt. Dus dat, ik denk dat jongeren heel veel beïnvloed worden door de muziek. Die drillrappers. Drillrappers, bijvoorbeeld. Dus om een voorbeeld te noemen. Ja. En sport is anders. Sport is gewoon meer, is meer voor je welzijn en voor je lichaam, zeg maar. Dus ik denk dat sport beter zou zijn dan... Maar sport heeft ook die maatschappelijke acceptatie toch, waar we het net over hadden. Ik denk dat iedereen meegeeft dat je moet gaan sporten. Maar creativiteit is toch wel een soort van... Aijs schildert. En ook toen we vroeger rapten, rap eens even, jeetje. En dan werden die geruiden nagedaan, waardoor het dus soort van, ergens in een hoekje, super irritant, bro. Super irritant. En dan zit het sowieso in een hoekje waar kinderen, jongeren, zelf moeten gaan uitvinden van hoe werkt dit. En dan krijg je inderdaad uitschieten zoals drillrap, noem het maar op. Maar ik denk als er meer toezicht op komt en mensen accepteren het meer, dat creativiteit... Kunst ook, en het is er wel denk ik, maar het wordt altijd als eerste weg bezuinigd, toch? Ja, dat je inderdaad daarin kids beter in kan begeleiden, denk ik. Zoals je kind kan begeleiden in een sport. Want als een kind talent heeft, kijk wat ouders dan allemaal ervoor over hebben om een kind daarin goed te begeleiden. Mm-hmm. Maar als het een goede zangeres is, wat gaan we doen? Naar de Voice sturen, naar de Voice. Ja toch, soms had er wat best om te doen. Ja, maar tegenwoordig niet meer. Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat muziek wel wat meer, steun voor mag komen inderdaad. Ja. Na wat Marvin zegt. Maar jij hebt ook gelijk. Jij kijkt het heel erg vanuit hiphop, zeg maar. En vanuit hiphop is denk ik inderdaad die... Ja, als ik kijk wat er nu bijvoorbeeld allemaal gebeurt. Ik kom wel eens in de buurt, daar is een Beverwaard, weet je, en dan kunnen die jongens kunnen daar dan opnemen. Als ik dan, dat je hoort, als je op play drukt. Als ze dan rappen. Ja, man, dat is echt gek, En denk ik ook bij mezelf van, waar komt die invloed vandaan? Ja. Weet je, want die jongeren van nu, ze hebben het veel makkelijker dan wij. Als wij vroeger, als er wat moest gebeuren, we moesten echt naar buiten. Ja, dat. Weet je, en nu is het gewoon echt allemaal, ik app je, waar ben je? En het is allemaal veel makkelijker, maar wij moesten echt naar buiten in onze tijden, zeg maar. En daar kwam onze invloed ook vandaan. Support je die wave? De drill wave? Nee, ik heb er niks mee. Nee, ik vind Central C vind ik tof, maar er zijn zoveel rappers, het klinkt allemaal een beetje hetzelfde, vind ik. Ja, ik support het niet gewoon puur om wat de boodschap is, toch? Ja. Ik kan, en niet dat wij, wat Dion ook zei, en ik denk dat Tommy dat ook heeft, het is niet dat wij in een periode zijn opgegroeid dat
gangsterdingen, geweld niet verheerlijkt werd. Hè? Maar op een of andere manier was het toch een soort van filmisch. Van nee, het is daar, en het is niet van ons en ik vind het gewoon dope. En dan het enige wat ik dan misschien nadeed was in de regen met mijn hoodie op en liep ik een beetje moeilijk. Je weet toch, een keertje moeilijk. Ja. Maar, steentje is goed. Snap je? Ja, je toch, natuurlijk hadden we het lastig. Maar ik kan me niet bedenken dat ik met een klik ging afspreken om iemand overhoop te stabben, man. Hé, toch? En dat inderdaad, als je dan hoort... Ik begrijp het oprecht niet. Ik begrijp ook niet waarom je met een bivakmuts over je hoofd gaat staan om dan een clip op te nemen of zo. Ik snap dat echt niet. Ik snap het al. Ja? Wat? Omdat je dan die omdat je niet herkenbaar in beeld bent. Dat begrijp ik. Maar wat is de meerwaarde? Wat wil je dan meegeven? Wat is je boodschap? Ja, ik... Maar het is jong toch? Het is jong. Ja. Maar als we terugkomen naar die drillrap, ik kan het niet op mijn leeftijd nog supporten. Ik weet niet hoe ik zou zijn als ik jonger was, maar ik vind het wel een beetje lelijk. Ik wil de chatting zeggen, maar ik vind het lelijk. Je weet toch? En gevaarlijk waar de kids mee bezig zijn. Man. Ja, ik heb er niks mee. Nee, het is niet mijn lane, de drill dingen. Nee, we hebben hier toch ook toen twee politieagenten gehad, zeg maar. En die vertelt ook dan over Tjenko, over die messen en dergelijke. Mm-hmm. Eentje ging op een groepje af en eentje liep een beetje lastig weg. Wat bleek die dat zo'n samurai zwaard in zijn groep zitten, zeg maar. Ik van ja, en dan zeg je ja om je eigen veilig te laten voelen. Ik van ja, jeetje. Ja, en dat snap ik dus niet. Nee, ik denk veilig hoe. Ik bedoel, in onze tijd dingen waren iets meer gangster dan nu. Ja, man. Weet je, jongeren in deze tijd hoeven geen criminele dingen te doen. Nee, dus je kan je telefoon pakken en je kan 10 manieren vinden om op internet geld te verdienen. Ja. En vroeger was dat niet. Ja. Toen moest je echt bepaalde dingen doen. Ja, precies. En ik zeg niet dat en niet dat armoede er nu niet is, maar je had inderdaad dat die ons. Je had echt wijken waar je niet doodgevonden wilde worden. Nee. Dus, en die kids hebben dat niet. Ja. Dus ik snap niet waar de kinderen motivatie en ding. Misschien moeten we een van die gasten een keer uitnodigen. Een deelrapper. Ja, die dat doet en misschien gaan we dan snappen. Ik snap daadwerkelijk niet, en ik heb vraag het ook soms aan mijn leerlingen, waar dat vandaan komt. Ja, ik snap het echt. Maar niet. Ze luisteren het dus wel allemaal. En ik weet niet of ze het allemaal luisteren. Nou ja, niet allemaal, maar een groot gedeelte die luistert het wel. Of die kent die artiest, die rapper, noem het op, die kent het dus wel. Dus ik ken ze niet, misschien kan een van jullie iemand. Ik denk dat het gewoon een hype is. Kijk, je kinderen die naar school gaan, alles wat aan is op school, dat spelen ze allemaal door. Als jij bijvoorbeeld een rapper bent, er zijn bijvoorbeeld onbekende rappers, maar dan zie je gewoon van ze hebben 7,000, 8,000 volgers, omdat ze gewoon populair zijn op in school en een beetje in de omgeving. Ja. Ja. Weet je, het is een beetje, het wordt allemaal naar elkaar doorgespeeld. Is dit wat aan is, oké, we zijn allemaal op dit. Mm-hmm. Dus ik denk dat het daardoor heel populair is geworden. Maar ja, gewoon in het echte leven zijn er zoveel dingen die gewoon niet kloppen. Vorig jaar in Beverwaard was een jongen van 12, 13 jaar die de zeeman ging overvallen. Ja. 9 uur in de ochtend. Ja, ik denk, voor wat? Ja, weet je, vroeger hoefde je dat niet te doen. Tenminste, je hoefde niet de zeeman te gaan overvallen. Nee. Maar er is nu zoveel sociale druk en elke keer als je op je telefoon kijkt en Instagram en je ziet guys hebben drip, dus je moet het ook hebben. En dat zorgt ervoor dat ze de noodzaak hebben van ja. En ik zit echt te denken van onze generatie, zien dat wij niet over bricks rapten of over een hammer op zak hebben, noem het maar op, maar toch voelde het anders of zo. Wat je net zei, goed, dat was iets filmischer. Ook al wist je dat gasten, er waren genoeg straatgasten in. Ja. En je hebt zelf genoeg meegemaakt, maar de verharding was er minder of zo. Ja. En het besluit om in een split second gek te gaan, was, we waren wat bedachtzamer, denk ik, met elkaar, met elkaar omgaan. Ja. Gek, hè? Denk ik. Precies. En we worden ook oud, of niet? Ja, nu zeker. Nu zeker. Ja. Als je met dit soort verhaal denk ik alleen maar aan mijn kinderen. Tering, man, ik moet er niet over nadenken. Zo, bro, maar af en toe denk ik daar echt aan. Nee, Want als je al die verhalen hoort over dat Tjenk en zo, dan denk je bij jezelf, ja, wij zijn de ouders. Ja. Weet je, vroeger, wij waren gewoon bang voor die pak slaag, dat je al wist van, nou, ik ga dat niet doen, want ik weet wat me te wachten staat als ik thuis kom. Precies. Ja. En dan als je nu hoort jongeren met hele messen en die gewoon naar buiten gaan en dan allerlei dingen op straat doen, denk ik bij mezelf van, ja, hoeveel invloed heb je op je kind? Ja. Want het zijn kids, weet je. Ja. Ik denk vaak als eerste toch, waar zijn de ouders? Ja. En nu, ik zit nu terug te denken aan onze generatie, want ik praat wel. Maar wij waren geen 14, 15 jaar, wij waren plus 20. Als wij die dingen zouden rappen. En als, snap je? Dus er zat al een groot verschil erin. Een stuk jonger nu. Ja. Maar weet jij, hoe ongrijpbaar is dat? Want we kunnen. Ik weet zeker dat je, denk ik, 9 van de 10 van die ouders, van die gastjes, zou vragen of ze goede ouders zijn. Of waar ze op letten. Of hoe. Ik denk dat ze er bijna allemaal van overtuigd zijn dat ze dat echt wel zijn.
een goede ouder. Ja, overtuigd zijn inderdaad. Ja, maar hoe ongrijpbaar is het dan toch dat je kind dus zo ontspoort? Dus met andere woorden, hoe groot is dan die invloed van buitenaf? Ja. Ook al doe je zo als ouder je best. En toch, en misschien neem ik nu risico hè, met mijn uitspraak, toch denk ik dat je het vanaf jonge leeftijd aan ziet komen. Want wat Dion net zei over zijn boykie, dat het een professortje is en dingen aan elkaar wil zetten. Ja. 7 jaar, je weet toch, hij zit het liefst binnen en misschien gaat dat de komende 4, 5 jaar door. Als je ineens een stap moet maken, dan maak je een huge stap, je weet toch. Mm-hmm. Mijn dochtertje is ook niet graag buiten, ze zit liever gewoon thuis te rekenen, noem het maar op. Natuurlijk, ze gaan puberen, maar om dan zo'n stap te maken ineens, ja, ik geloof daar niet in, man. Maar het is snel gebeurd, hè? Je hoeft maar één vriendje te hebben, je hoeft maar één. Precies. En dan voor je het weet, weet je, is dat de maatstaf die je als jongen van 13, 14 wil zijn. En toch denk ik, bro, want we zijn allemaal jong geweest en we zijn allemaal op bepaalde straat opgegroeid. En ik heb ook die stap gemaakt. Ik ben ook een paar keer links afgegaan. Maar bij mij was het toch een soort van, daar is mijn grens, man. Weet toch, ik wijkte niet volledig af. En ik denk, als ik op jonge leeftijd al sneller bepaalde stappen naar de verkeerde kant had gemaakt, was over die edge gaan, was het nog makkelijker. Weet toch? Ja. Want we hebben alle drie wel wat dingetjes meegemaakt. Wat tegenslagen meegemaakt, teleurstellingen. Maar we zijn nooit over die stap heen gegaan. Snap je? Je hebt vanuit huis dat ik bepaalde normen en waarden meegekregen. En sommige normen en waarden zijn van iemand anders wel anders. Ja. En die hebben dat, of die hebben dat helemaal niet meegekregen. Ja. Dat is wat je nu ziet. En ik heb het echt over moord en doodslag. Daar heb ik het over. Ja, je weet toch, daar heb ik het over. Want ik bedoel, met collega's erover. Zou er niet vies van zijn om een gekke monnetje ergens te moeten maken. Je weet toch, daar heb ik het niet over. Oké. Puur het geweld. Geweld. Dat snap ik je zeker. Maar er wordt toch ook zelfs verheerlijkt. Geweld, als je dan naar die clips kijkt of iets dergelijks, of ze staan met mensen te zwaaien, of je ziet tegenwoordig de vechtpartijen of noem maar op, en weet ik veel. Alles wordt gefilmd, alles gaat rond, alle social media, Snapchat, het wordt ook een beetje verheerlijk, wat natuurlijk niet goed is. Nee. Ja, het is een hele nieuwe wereld is het daar buiten. Ja. Het inlevingsvermogen is ook veranderd voor die gasten. Medeleven, inleven in elkaar, voelen dat je een mens bent, weet dat je hetzelfde bent eigenlijk. Precies. Ja. Het speelt een grote rol inderdaad, want ik denk, in mijn situatie, bijna niemand in mijn straat of in mijn omgeving had een vader. Dus wat ga je doen? Je gaat de straat op. Ja. De straat wordt je vader. Ja. Want op straat is iedereen gelijk. Ja. Ik heb geen vader, jij hebt ook geen vader. Ja. Ik ben geen shit, jij bent ook geen shit. En dan ga je het krijgen dat je met elkaar gaat hangen, maar je gaat elkaar ook beïnvloeden. Want heel veel komt ook, de grootste bullies, dat zijn juist de mensen met de slechtste thuisperiode, thuissituatie. Ja. En dan ga je andere kinderen krijgen die niet echt voor hunzelf op kunnen komen, die meer meelopen zijn, die worden daarin meegetrokken. Ja. Ja, en koppelen dan nu aan onderwijs, hè, wat er dan gebeurt, weet je toch? Dus jezelf ben je al best wel fucking onzeker en dingen lopen niet lekker. Je probeert ergens soort van je identiteit te vinden, je identificeert je aan bepaalde mensen, kom je op school en dan is er een docent die je hoofd ook door gaat lullen. En dan kijken wij er raar van op dat die kinderen op een gegeven moment afdwalen. Weet je toch? En in plaats van dat je met die, en daar zijn wij twee voorstander van, in plaats van dat je luistert en praat met die kinderen opmerkt en probeert aan jezelf te binden, zijn we heel erg van, maar je presteert niet en dit en dit en dat. Ja, dan zijn de kinderen weg, man. Mm-hmm. Die kinderen zijn morgen, vandaag of morgen raken we ze kwijt. En dat doet me vaak heel veel pijn. Weet je toch? Ja. Dus dat is lastig, man. Ja. Dus terug naar die drillrappers. Ja, ik nodig een keer iemand uit, man. Ja, ik ken heel veel mensen, maar ze doen shank als die binnenkomt. Ik ken geen drillrappers, bro. Ik kom al van Instagram afgaan, maar jullie zitten. Ja, ik wil het niet zijn zat drillrappers. Want daar dacht ik ook af en toe aan. Ik moet een keer woorden krijgen met de boykie van 16 jaar. En dan nog steeds met mijn oldschool gedachten denken van, ik ga jou slopen, vriend, want ik ben ouder dan jij. Je weet niet wat die boys doen, hè? Boys vechten niet meer. Nee. Dus het is meteen shanken, meteen. Ja, of ze hebben zelfs een pistool bij zich, toch? Dus gek. Vroeger was ik nog wel eens zo dat als ik zag dat iemand. Dat is ook echt. Hoe noem je dat? Een soort milieubewust. Maar ik zag dat iemand iets op de grond gooide. Dan zei ik: hey, kom op, man. Hey, ruim het even op, man. Ja. Hey, toch? Ja, bij wijze van spreken, een voorbeeld. Doe je nu niet meer? Hey, ik loop elke dag van Stevels weg zo via naar Zuidplein. Ik doe dat niet meer. Nee, man. Ik was nog vorig jaar stoer in deze aflevering. Zei ik ook van, ik wil voor niemand bang zijn, bro. Ik ben er echt op teruggekomen. Want nu, het is niet dat ik bang ben,
Maar terug in de tijd, als ik in de metro nog zou zitten en iemand kwam binnen, John Cosmo. Bijvoorbeeld, ook zo van, hey, doe die jonker uit, doe normaal. Ja. Nu kijk ik je gewoon aan en je smoke het helemaal. Doe je man. Ding, man. Je toch, ik ga me helemaal niet mee bemoeien, joh. Ja, dat is toch? Het. Want, maar zie je hoe onpersoonlijk we worden? Ja, zeker. En zie je hoe weinig we kunnen zeggen en hoe weinig de jeugd kan hebben? Ja, man. Zeker van een vreemde? Ja. Wauw. Wie ben jij dan? Wie ben jij dan, ja. Mogol? Ja, precies. Weet je? Ja, dan denk ik, toch krijgen ze het van huis uit ook mee. Ja. Ik gooi ook veel dingen weg als kleinkind, maar ik weet nog wel dat mijn moeder altijd zei van, pak het op, gooi het in de prullenbak. Mm-hmm. Wat ik nu dan gewoon wel juist, vaak. Ja. Maar als je moeder er dan niet was, dan zei je buurvrouw tegen jou, of je tante, of weet ik veel, hé, luister, ruim het alsnog op. Ja. Weet je, ja, oké. Okay. En, ja. Dus en ik ben die buurman die het niet meer zegt. Nee, precies. Ja. Die aanspreekcultuur die is gewoon helemaal veranderd. Ja. Dus daarom denk ik toch van, ja, wat krijgen ze dan thuis mee dat het dan zo geworden is? Weet je, want er zijn ook nieuwe generatie ouders nu. Ja. Onze ouders kwamen, bijvoorbeeld van ons, kwamen van Suriname, van het buitenland kwamen naar hier. Bijvoorbeeld mijn moeder kwam van Suriname naar Spanje. Dat is het beste wat ze kon doen. Ja. Ik besef nu pas wat op het spel staat om mijn eigen kinderen goed te zetten. Ja. Want ik ben van de volgende generatie hier. Ja. En je ziet, als je om je heen kijkt, je ziet de Chinese mensen bijvoorbeeld. Ze hebben zaken, zetten hun kinderen erin. Generatie op generatie geven ze door. Bijvoorbeeld de Turken of Marokkaanse mensen, ze hebben een slagerij, ze hebben een garage. Ja. Die weten heel goed wat op het spel staat. Ja. Ja. Ze weten heel goed van, ik moet dit doorgeven aan mijn zoon. Dit doorgeven aan mijn zoon. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat nooit hebben meegekregen. Dus wat krijg je dan? Ze gaan hier lopen kloten. Ja. En dan maken ze 4-5 kids en ze zetten hun kinderen niet goed. En ze blijven een vicieuze cirkel. Ja. Dat is eigenlijk best sneu. Ja, heel sneu. En mooi man. Dat soort kinderen zie je bij mij op school. Dat is heel scherp, vind ik dit van jou. Ja. Want 100%. En daar zie je het ook in. Je ziet precies welke kinderen uit zo'n situatie komen. En welke kinderen een stabielere basis hebben. Ja, eigenlijk is er gewoon heel veel pijn van binnen wat zich gaat uiten in dat soort gedrag. Ja, zeker. Dus, hè? En op de straat is iedereen één. Ja. Ja, precies dat. En dat is wat we vaker moeten beseffen binnen het onderwijs. Maar misschien was het ook wel dat de generatie van onze ouders, die zeiden over de generatie van ons, dat wij weer een patat generatie zijn. Zeker, ja, denk je? Ik denk dat iedere generatie wel wat over de volgende op te aan te merken. Want zeggen, vroeger was alles beter, toch? Ja. Zeggen ze toch? Ja. Alleen denk ik wel wat Dion zei, de ouders van de migratieachtergrond, dat daar wel echt een groot verschil is in de generatie toen en de generatie nu. Ja, ja. En dat heeft met verschillende factoren te maken. Van dat misschien dat we ons hier gewoon goed thuis voelen en dat de urge ook minder hard is om te zeggen van je moet je doen laten gelden. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat onze generatie ook wel inderdaad wat innovatiever is en ondernemender is, waardoor je dus... Ja, het is lastig, man. Het draait niet meer om ons. Sinds we kinderen hebben, draait het niet meer om ons. Het is echt de taak om proberen je kind in een positie te zetten dat hij niet met de achterstand begint. Ja. Of heel veel trauma's heeft om te verwerken. Ja. Mm-hmm. Waardoor die hele ontwikkeling vastloopt. Ja. De neef van Hap zei een keer iets, dat vond ik echt goedkoop. Die heb ik ook blijf ik echt onthouden. Op een gegeven moment stonden we bij het plein. En hij had het erover van dat onze dochtertjes of zijn dochtertje wordt lastiggevallen. En dat zij zichzelf moet verdedigen soms fysiek. Mm-hmm. En toen zei hij van, ik ga toch met de juffrouw praten, man. Hé, toch? Want ik wil dat niet voor haar. Ik bedoel van, we hebben al genoeg jaren op de dam meegemaakt, toch? En wij weten precies hoe deze dingen gaan. Dat wil ik niet voor haar. En dan op de dam is dat je dus op de straat jezelf met je vuisten moet verdedigen. Dat wil ik niet voor haar. Ik wil dat zij gewoon een ander leven leidt. En toen dacht ik ook van, ja man. Dat is precies ook hoe ik erover denk. Ik wil het allemaal vergemakkelijker voor mijn kind. Weet toch, bepaalde dingen hoeft zij niet te hebben. En die bepaalde struggles hoeft zij niet mee te maken. Dus dat betekent dus dat die basis gewoon veel beter moet zijn. Ja. Waardoor je dus minder in de verleiding komt om linksaf te slaan, om het nogmaals te zeggen. Ja. Weet toch, en dat doen heel veel kinderen. En dat, nogmaals, dat doet me echt pijn. Omdat ik zie van, je hebt een bepaalde basis niet. Ik heb geluk dat mijn ouders bij elkaar waren, dat mijn vader wel thuis was, weet toch? Dus ik wist van, als ik thuis kwam, er staat een man van 1,76 om me te wachten, die gaat me echt een physical beatdown geven, weet toch? Helemaal gewoon scherp blijven. Maar tegelijkertijd praat hij ook heel veel met mij van, als je zo'n stap maakt, dan neem je heel veel risico. Ja. En heel veel kinderen hebben dat niet, weet toch? Dat is geen guidance, nee. Nee, man. Ja, precies. Ja. Ik zie dat we in de overtijd zitten, want ik zie al maar meerdere maanden. Aan de ene kant vind ik dat we jammer dat we een half uur hebben, weet je. Maar aan de andere kant is het ook wel goed, het luistert lekkerder, zeggen sommige mensen. Dat dus, zeker. Maar die stellingen, daar zie je dat we
Dat vind ik tof. Dat we een hoop te bespreken hebben. Precies. Ja. Proberen dat iedere keer een beetje erin te gooien. Het zit erop! Ja, het zit erop! Dit was de podcast, dames en heren. Ik wil heel graag even Marie Mark bedanken. Ben, je bent een topper. Dion, jij ook, jongen. Dit was al het laatste woord eigenlijk, man. Okay. Ik heb die tune nog niet gestart en dergelijke. Maar jij gaat hem solo doen of gaan jullie weer samen doen? Mag ik hem zo? Weet je, ja, jezelf wil je zelf weer. Want er komt ook nog een laatste aflevering in het seizoen. Ja, tuurlijk. Ja. Dat zou ik echt wel een soort van met Dennis, Dion en Tommy willen afsluiten. Hoor. Ja, gaan we doen, man. En moeten we even nog over overleggen, ja? Nee, ik vind het lauw. Maar ik vind ook, we hadden laatst met oud-leerlingen, dat vond ik ook wel heel nice, zeg maar. Maar het kan allebei. Ja, toch? Dat is om het even, dat maakt me niet zo van. Ja. Even het jaar evalueren. Ja. Ik zeg nooit Marie Marv eigenlijk. Zeggen jullie Marie Marv? Marvin? Ja. Hij staat wel als Marie Marv in mijn telefoon. Ja, oh echt. Sinds kort. Noemen we elkaar wel bij de beide? Nee, toch? Ik gebruik bijna nooit bijnamen. Het is gewoon Marv, weet je. Ja, toch? Wat zijn jullie bijnamen? Toen ik heel jong was Tum-Tum-Tum-Tummetje. Ik was super klein. Ik kwam heel snel en zo'n Tum-Tummetje, zo'n snoepje. Nee, ik ben gewoon Tommy, man, nog steeds. Ja, ik had gewoon Dion, die Veno kwam later. Weet je? Ja. Maar in principe altijd gewoon Dion geweest. Maar ik heb ook zo'n heel makkelijk, simpele naam, weet je. Nou, Dion, ja, is zo gezegd. Goeie naam, toch? Ja. Topnaam. Ik vind de achternaam ook top, Marcé. Ja, ja, goeie naam. Zelfde naar mijn moeder, man. Ja, naam. Nice. Oké, boys. Wederom super bedankt. Ik val nou in herhaling natuurlijk. Je hebt al het gras voor mijn voet al met gemaaid. Maar ik vond het oprecht heel nice. Ja. Toch om je te leren kennen. Ja, zeker man. Het verliep heel natuurlijk gewoon. Alsof we gewoon stonden te praten. Nou ja, precies. En wij hebben echt heel veel gepraat vandaag. Ja, ja, zeker man. Nice. Zeker, man. Sommige mensen te laat waren. Hey, boy, ik doe onze microfoons dicht. Ja. Ik ga instarten en nogmaals, thanks man. Dames en heren, welkom. Nee, niet welkom. We willen tot ziens zeggen. Dames en heren, tot ziens. Dit was de Klasse Podcast. Echt waar, toffe podcast. Fijn om er te zijn. Luister ook al die andere afleveringen even. Een paar hele, hele inspirerende verhalen gehoord. Op naar de volgende. Wellicht zien we elkaar nog hier. Dankjewel.